Hij noemde een koningsdraak. Een drakenrijder en een drakenkoning. Ja. Ja. Bijvoorbeeld Melchizedek bewustzijn kan een koningsdraak zijn. Je wordt een Melchizedek als je gaat leven, echt gaat leven, echt je best gaat doen, echt erin gelooft en dat op de eerste plaats zet voor het optillen van de maatschappij. En daarmee dus een grotere rol aanvaardt. Dan ben je nog geen koning, geen Melchizedek koning, maar ben je op weg. Dus dat betekent dat alles wat je meemaakt thuis en op het werk en met je vrienden, dat er altijd iemand in jou zal zijn die kijkt van, wat kan ik hem of haar aanreiken? Wat helpt een achterban? Wat is goed voor de aarde? Wat is goed voor het milieu? Wat zal ik nu zeggen of juist niet zeggen? Dus wat verheft de ander? Dag en nacht houdt dat je bezig. Zo ben je geworden. Dat is je persoon en je ziel en je hogere leiding worden steeds meer één. Dus dat is een nieuwe verantwoordelijkheid. Eigen belang is daar al lang al in meegenomen. Dat staat niet meer op de voorgrond. Dus het ego moet al veel subtieler zijn. Dus in die zin word je een Melchizedek. En je kunt op een gegeven moment een Melchizedek koning worden. Dus als het meesterschap kracht één is met je mens zijn. En er geen twee meer zijn met verschillende belangen. En belangen kunnen je portemonnee zijn, kunnen je waardering en bevestiging van anderen zijn. Hè? Dat zijn allemaal nog subtiele of grofstoffelijke ego-belangen. Als je koning bent geworden, ben je nog geen ruiter. Als je een Melchizedek ruiter bent geworden, dan bereid je dat bewustzijn. Dus dan gaan die grote krachten van dat hele wereldwijde, maar ook universele Melchizedek bewustzijn voor en door jou heen werken om de aarde op te heffen. Dus dan hoor je zelf zomaar dingen zeggen tegen je collega's op je werk, of je gaat ergens een lezing geven, er brandt vuur in je. Het is een drakenvuur dat in je brandt, dus de kracht of de liefde komt uit je ogen. Je inspireert mensen, er gebeurt door jouw lichaam iets heen. Dus dan bereid je de draak. Dat betekent dat jouw kundalini-kanaal zo schoon moet zijn, dat je zoveel hebt losgelaten, hè? Identificaties, houdingen, rollen, maskers, verbergen van jezelf, niet kunnen delen van jezelf met anderen. Dat je zoveel gezuiverd moet zijn, dat je kundalini-kanaal zo ruim en open en zuiver is, dat die krachten door jou heen kunnen spreken en kunnen helen en door de ogen kunnen komen. Liefdeskrachten, teerheidskrachten, tederheidskrachten, vuurkrachten. Van nou is het afgelopen, kan ook. En elke, dus Melchizedek is een groot bewustzijn waarin je kunt gaan lopen als je vanuit je ware zelf en je ware natuur beschikbaar bent voor een grotere rol die bijdraagt aan de verlichting van de maatschappij via je eigen mogelijkheden en je eigen omgeving. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook de draak van Merlijn, de violette draak van Merlijn. En Merlijn werkt vanuit die absolute krachten. Dan is er niet alleen maar Merlijn, maar er zit bijvoorbeeld ook Kuan Yin in, en Isis in, en aartsengel Michael in. Vele anderen verenigen zich onder die straal als het nodig is. Aartsengel Michael, die zuivert alles met zijn vuur en beschermt daarmee wat niet zuiver is. Hè? En met zijn zwaard, hè. Dus de vuurkracht van aartsengel Michael om het zuiver te houden.
Dus als Merlijn bezig is met iets te zuiveren of iets schoon te maken of iets los te maken of met de waarheid, zal automatisch bewustzijn van Aartsengel Engel Michael en zijn club daar ook een rol in meespelen. Gaat het nou ook nog ergens om mannelijke en vrouwelijke eenheid, dus dat er ook liefde bij kracht nodig is, dan komt Kuan Yin ook mee. En zo wordt die wolk, zeg maar, die meedoet, die door jouw kundalini-kanaal dan heen moet, als je de drakenruiter bent, veel groter. En is er niet sprake van één kleurdraak, maar is het een regenboogdraak van allerlei kleuren met elkaar. He, dus violet is vooral reinigend. De blauwe energie, denk maar aan Maria. Maria heeft ook een draak die je kunt bereiden. Dus de blauwe energie is een hogere liefdeskracht. Het is een goddelijke liefde. En Isis werkt veel meer met het witte licht. Witte licht van de witte broeder- en zusterschappen van de eenheid op aarde, de eenheid met de natuur, vanuit de enlightened ones, als één kracht, één bewustzijn van verlicht, helder, kijken hoe het zit, vanuit de Christuskracht, alles wat niet Christus, niet waarheid, niet liefde is, doorzien en doorgeven. Dus al die kwaliteiten, daar werkt Merlijn mee, maar bovendien werkt hij ook met de natuur. Heel veel met de natuur. Dus daarom kan Merlijn geweldig goochelen met etherische kristallen. En jij dus ook strakjes. Maar ook in de volgende Merlijn-workshop, die velen ook al gedaan hebben, waar we voor mensen en dieren ook zijn tools ontvangen, werkt hij met alle kruiden ter wereld, met de medicijnbuidel. Dus daar zitten alle homeopathische middelen in, de middelen die de Papoea's gebruiken, de middelen die al lang al vergeten zijn, de middelen die nog in de toekomst zijn. En allemaal natuurkwaliteiten. Dus hij werkt met edelstenen, met allerlei planten en dieren, met de trollen, met de kabouters, met de deva's. En het is, dan kom je dus ook aan het Elohim-bewustzijn. Wij allemaal zijn ook ooit, of nu al in dit leven, op weg om dat Elohim-bewustzijn weer te belichamen. Dat bewustzijn kenden we nog in de Lemurische tijd, toen we 9-dimensionale engelenmens waren. Toen was er een ongelooflijk mooie schoonheid en eenheid met de natuur. Met de deva's van het landschap, met alles was één. Één liefdesveld, één gedachtenveld. Maar we zijn dus nu weer op nieuwe tijdsmanieren, met persoonlijke verantwoordelijkheid en een fysieke lichaam, zijn we weer op weg naar diezelfde eenheid. En het Elohim-bewustzijn, dus die engelenstaat in jou, die meesterschapstaat in jou, die maakt eenheid op al die lagen van jezelf. Dus de laag van je portemonnee, de laag van je innerlijk kind, de laag van je persoontje, de laag van je godmens, al die lagen. Dat die allemaal samen gaan werken en tenslotte onder het hoogste gaan vallen. Daar dienstbaar aan worden. De hoogste goddelijkheid in jezelf. Dus je innerlijk kind, alles wat het voelt, dat wordt blij als het bij kan dragen aan een stukje optillen van je omgeving. Maar ook als er genoeg zelfliefde is, kan dat alleen, want anders wordt het een weggeefstand en niet goed voor jezelf. Dat is niet meer de bedoeling. Als al die lagen één zijn in jezelf, dan gaat het ook groeien dat je één wordt met je omgeving. Je gaat die ander ook respecteren, in, niet alleen in het mens zijn of in de vaardigheden of in wat het voor jou kan betekenen. Maar je ziet de bedoeling van de ziel en van de goddelijkheid in de ander. En je gaat daarover, ga je tips geven. Dit is wie je werkelijk bent. Als je nou zo en zo doet, of daar en daarheen gaat, dan kun je dat nog meer worden. Wil je dat?
Dus je gaat de weg in de ander zien en aanvoelen en doen groeien en de goddelijkheid. Dus kortom, je gaat eenheid creëren, niet alleen op alle lagen met jezelf, maar ook met je omgeving. Dat doet het Elohim-bewuste en daar hoort ook de natuur bij. Dus we kunnen niet meer winnen als het milieu of de aarde of de natuurwezens moeten verliezen. En onze liefde in ons hart, ons Elohim-bewustzijn in ons hart, die draagt dat uit naar buiten toe. Ook al lachen ze je vierkant uit dat elfen niet bestaan. Maar als we een gebouw, een organisatie, een team kunnen voorzien weer van de dragende energie van moeder aarde, van de bedoeling, de oorspronkelijke bedoeling van dat gebied, als de elfen weer binnenkomen in dat gebouw, en de devas en de natuurwezens gaan samenwerken met de mensen. Moet je eens kijken wat een kracht die organisatie en wat een liefdesworp die kan bereiken. Als er boven dat gebouw, die organisatie of jouw huis, als daar komen vanzelf die engelen op die liefdeswolk af. En het wordt steeds grotere verbinding van eenheid. Dat is wat het Elohim-bewustzijn doet. Dan ben je dus op weg naar die absolute krachten. En Merlijn, vanuit de absolute krachten, werkt dus samen met de natuur en met het Elohim-bewustzijn en met jouw ware zelf. En voor zover als mogelijk met jouw magisch kind en jouw schone, geopende Kundalini-kanaal, waardoor die tools, die krachten, kunnen doorgegeven worden, naar buiten kunnen, voor anderen kunnen worden ingezet. Maar natuurlijk ook voor jezelf, want liefde is één, niet binnen, niet buiten. Eén. Wil iemand hier nog op reageren? Van de gebiedsreiniging en zo, met hunnebedden en zo, wel interessant. Ja. Van die lichtpilaren gevonden, hunnebedden en zo. Maar ja, dus we kunnen inventariseren, hè. Waar de behoeftes liggen, waar je aan wilt werken, in je eigen huis of waar je werkt of bij de hunnebedden. Dus we kunnen kijken wat we kunnen doen voor elkaar deze twee dagen. Maar dan kunnen we die tools die we krijgen leren gebruiken. Maar mee oefenen, zeker. Heb jij een vraag beantwoord gekregen over de draken? Ja, het was belangrijk, zeg maar, dat vanuit zeg maar, de verbinding met het drakenbewustzijn word je de drakenrijder. En dat kan een Melchizedek bewustzijn zijn of een Merlijn bewustzijn. Ja, dus de drakenruiter of bereider is dat je die krachten door je eigen Kundalini-kanaal naar buiten toe heen kan genereren. Ja. En dat je lichaam en je innerlijk kind en je hart en je meesterschap alles daaraan meedoen. Want het één is met de krachten. En dat betekent dat je etherisch zenuwstelsel ook zelf sterk genoeg moet zijn om die energie door je heen te kunnen genereren. En niet iedereen is daarvoor bedoeld. En niet iedereen kan dus een drakenruiter worden. Omdat het etherisch zenuwstelsel daarvoor niet ontwikkeld genoeg is. En die mensen doen het meer via hun engelenjas. Het is een hele rare rol. Wanneer je het via je engelenjas doet, zal het minder dicht in de grofstoffelijkheid kunnen doordringen. Dus wanneer je die enorme krachten die door jou heen naar buiten werken zelf in je lichaam kan houden, al is het maar voor die 10 minuten tijd van dat die healing duurt, kan je veel dieper in het DNA, in de materie, in het weefsel doordringen. Maar Merlijn heeft voor ons ook trucjes waardoor we dieper kunnen doordringen in de weefsels. En dat zijn de toverdraden.